Welkom in deze nieuwe video van Polestar. Ik weet niet wat jullie in mijn post al hebben gezien. Namelijk, dus ik heb een mondmasker gekregen van het dagcentrum. Dat is hem. Ik kan hem straks wassen op 30 graden. Dus ik vind dat leuk. Dus dank wel, het dagcentrum. Ja, binnenkort moeten we er allemaal eentje dragen. Vanaf 4 mei zijn we allemaal verplicht om eentje te dragen. Dus dan gaan we dat ook doen natuurlijk. Dus natuurlijk wel een beetje zoeken. Wat goed, mijn snuffel gaat vandaag. Kijk, daar zit ze dan. Het gaat eigenlijk wel redelijk goed. Springt over mijn kop eigenlijk, kun je stellen. Dus ja. Hebben jullie de vlog van gisteren niet gezien? Best eens bekijken. Dan krijg je al informatie wat er met snuffel aan de hand was. Want dat is natuurlijk heel belangrijk dat je daar toch eens naar kijkt, zodat je dat weet. Hey, want als we die keer altijd opnieuw doen, en opnieuw en opnieuw, en dan kan ik moeilijk elke dag gaan doen. Dus daarmee kijk even de video terug. Dat dit dus je gaat van dezelfde als snuffel moet met spoed naar de dierenarts, dat het is. Ik ga nu kalkoen klaarmaken. Echt iets wat mama ook vroeger deed. Dus, en dan gaan wij nu klaarmaken. Jullie hebben dat vorige keer ook gezien in de vlog. Hoe het moet. Dus, en ik ga er nu aan beginnen. De televisie op om een beetje te luisteren hoe het nu zit met het virus. Dus, ik wil ook wel eens meegeven dat onze video's, die lopen namelijk 10 dagen achter. Dus, daarmee is het ook altijd een beetje anders. Dus dat kan zijn dat dan nog die maatregel nog niet was. In de video die datum komt trouwens altijd in het begin van onze video's in beeld voor de zekerheid. Dat mensen weten van die is op die datum opgenomen of niet. Dus daarmee is dat heel belangrijk. Omdat, dan weet je dat ook. Postzorg.nl. Dat zal die dingen zijn waarschijnlijk. En dan heb ik het alles gepakt. Kijk, vaak dingen dat ik niet weet, dat is die bak gaat echt zo. Dat heb ik mijn bak goed gezet, hè. Ik zal straks wel eventjes die zetten. Naar binnen. Dit allemaal bekijken. Ja, het zijn natuurlijk de kranten, dat weet ik ook wel. Maar ik vind het wel belangrijk. Bekijken. Dus dat gaan we dan eventjes doen en eventjes gaan eten. Het is een beetje aangedaan, maar dat komt door natuurlijk de water. Daar is de kalkoen. Wat er klaar gaat zijn. Dus ik ga hem nu omdraaien. En eens kijken of het er bijna klaar is. Eens kijken hoe warm het buiten is. Kwestie van, dat is wel veel wind. Dat wel. Dan de garage open zetten voor de bak binnen te zetten. Het is wel een mooie lucht. Kijk, als je dat ziet achter mij. Zo'n mooie lucht. Dat is heel prachtig. Met die bolletjes en zo. Dat is gewoon. Het is wel. Het heeft wel iets. En dan gaan we nu de bak gaan halen. Die zal ondertussen wel leeggemaakt zijn. En dan kan die terug naar binnen. Dus de sleutel meenemen. Zo. Die hier gelegd, wat heb ik daar terug in gestoken? Even kijken in de bak, want je hebt ook de sleutel natuurlijk nodig om de open te doen. Die ligt hierin. Dat is een sleutel namelijk. Dat is een heel klein sleuteltje. Groter is het niet om de bak open en toe te doen. Voor je afval in te steken, want we hebben dat met een slot genomen. Want dat is beter, omdat je nooit weet, mensen die passeren, wat ze allemaal insteken en dan daardoor misschien niet gaan meepakken, uw pak. Dan is het natuurlijk niet goed. Zo. Ik ga hier even hier op zetten, dan ga ik de... Eens kijken. Ja, het is helemaal leeg. Dit is trouwens de bak waar het over gaat. En die gaan we nu terug naar binnen zetten. Ja.
dat we doen met die bak om hem terug binnen te zetten. Maar ze komen tenminste nog eens goed buiten natuurlijk. Hè. Dat is de natuur die wij dan zien als wij rondlopen. Om die bak eigenlijk terug naar de garage te brengen. En dat is dus om de 2 weken, denk ik. Om zo'n week weet het niet zo goed. Maar het is toch even een tijdje dat je dat doet. Zo. Dat is puur van stap buiten. Maar ze moeten wel zien dat ze in beeld komt. Dus ik ga even hier afdrukken voor de zekerheid. Dat ze nu is dat nog niet goed. Niet kijken erom om de garage. Dat weten we allemaal ook wel dat het er staat. Maar. Zo, want je moet hem natuurlijk open doen. Open doen, dus de andere kant draaien. We gaan een beetje leren om onze zakken erin te doen. Als we hem aan de andere kant zetten met de dingen, klep je naar daar. Je denkt dat ik er niet aan. En dit mag er allemaal niet in, dat is veel, hè. Eigenlijk wat er niet in mag. Maar, dus dan zie je hier goed wat er in die groene bak mag. Dat is die bak, ik weet niet of jullie ook zo'n groene bak hebben. En hier staat dat op wat dat mag, kreeg op pink, dit, dat. Allemaal zo uitleg. Maar ik had het er net gevonden, nu weet ik het ondertussen al wat er wel in mocht. In plaats van wat mag er niet in. Want dan moet je elke keer tot naar hier komen en dat. Ja, ik kijk niet naar die pakken, ja. Het had dan eigenlijk beter een folder gemaakt voor aan de muur te hangen. Eén, dat is mijn sleutelhanger van een friet. Ik denk dat die toen uit het frietmuseum kwam, denk ik. Maar ik ben niet zeker. Niet goed wat ze van plan is. Ze was aan het lawaai maken, dus ik heb het even opengezet. Tuurlijk, ik weet niet goed wat gaat ze doen. Maar dat is mijn ding natuurlijk, dat ze wel een beetje beweegt. Denk ik dan. Ze durft er toch precies niet uit. Dus dat kan ook zijn natuurlijk, omdat ik hier sta. Moest ik nu ergens zijn, dan was ze misschien al lang uitgewipt natuurlijk. Hè. We gaan, dat kan. Want ze weet natuurlijk dat we hier... Ik zit hier dus. En zij zit daar, dus ze weet goed genoeg. Natuurlijk... Mijn pyjama broek ligt op de grond toevallig, hè. Omdat ik die straks ga aandoen, want deze broek is te warm binnen, dan doe ik mijn pyjama broek aan, omdat ik toch niet naar buiten moet. Dus wat gaat ze doen? Ja, ze komt er toch uit, voorzichtig. Dat wel. Ze weet toch niet goed. Ja, ze wil natuurlijk bij Muffin binnen, maar dat gaat niet, want we lopen niet samen. Ik moet nog even herstellen, dus wat gaat ze dan doen? Ik vind dat interessant om te zien, eigenlijk. Ik weet niet of jullie dat interessant vinden, maar... Ja, dat is leuk om te zien. Omdat ze er een paar keer al niet... Allee, ze is wel vaak in de vlog geweest, maar nu... We zien er toch wel poten staan. Want... Dan gaat het terug in. Dat gaat allemaal redelijk goed, dus dat is toch al iets. Dus... Het gaat toch goed. Ze is van dichtbij. Ze is dus aan haar onderste poten daar. Is ze dus van achteren. Is ze dus genaaid geweest. Dus hij waarschijnlijk ook nog een stukje... Daar. Dus eigenlijk waar ze keutel. We zijn eventjes op het Heimanplein. Misschien op deze straat iets anders op het begin. Dus ja, misschien. Maar ik ben eventjes iets moeten gaan binnensteken. Dus dat heb ik hier ook even gedaan, heel snel. Kost maar een kleine moeite om het even te doen. Maar ik kan niet vlog natuurlijk als ik camera in mijn handen heb. Want dat is heel gevaarlijk. Want je ziet dan niet meer wat je doet. En dat is heel gevaarlijk. Dus dat doen we niet. En dus ik vind het gevaarlijk. Het goede voorbeeld geven is belangrijk natuurlijk. Dus, het is toch nog wel redelijk gevolg hier op straat, vind ik. Mensen moeten misschien nog massaal ook heen gaan. Ik kom ook verder bij het ziekenfonds gesloten door de corona. Het is bijna gesloten door de corona. Ja, als dat mee veiliger maakt. Waarom niet? Hè? Want veiligheid boven alles. Als hier al zes van dingen stak, dan moet je natuurlijk die halve meter houden. Dus is dat wel een beetje moeilijk, maar we doen ons best. Kijk wel naar uit voor die mondmaskers te aandoen. Ik denk vanaf wat het droog is, ga ik dat morgen denk ik, al meteen toepassen. Om toch vanaf wat het moet aan te leren, want dat vind ik wel belangrijk.
iedereen kent wel deze straat, denk ik. Iedereen deze straat, als ik hier naartoe kijk, dat is altijd, denk ik, altijd aan de luchtballons die de vredesfeesten in de lucht gingen. Dat is wel leuk eigenlijk. Het is eigenlijk een beetje een kleine straat. Het is een nieuwe straat, heet deze. Dat is wel leuk eigenlijk. Om even door te wandelen. Zelfs ben ik terug op de fiets, natuurlijk zonder camera. En dat is dan een grote beer. Zie. Wat leuk. En hier was er zo'n winkeltje waar je donuts en zo allemaal kon kopen. Dat was wel leuk. Je hebt hier nog zo'n winkeltje trouwens. Waar je dat kan. Ja, kom. Want ik kan het nu ook niet meer. Ik zit hier alles een beetje te koop staat. Hoe zit het winkeltje? Iedereen dat wel kent. Dat is wel leuk. Ja, deze winkel die is natuurlijk gesloten omdat het met de corona, dat is iets anders. Er staan inkoopafspraken op de Belstraat, 57. Dus. Dus zijn we bijna op de markt, dus ik had de camera afzetten. En dan, of we gaan ons maar doorwandelen aan de markt, dus dat gaan we wel lekker om te doen. En dat geluid, dat is mijn chiton. Die kan mijn sleutels hebben hangen op de fiets. Want als je chiton bij het hebben, omdat je zo vaak toch geen nodig hebt. Hè. Dat is veel volk op de markt. Dat wist ik nu echt wel, de markt, omdat we gingen elke donderdag naar de markt. Het is nu ook toevallig donderdag. Dat was hier in de markt. Maar het is eigenlijk hetzelfde gebleven, die blijft hier natuurlijk. Ik bedoel, de marktkramers die zijn natuurlijk er niet meer. Want het nu mag wegens de corona. Dus. Het is een markt. Met het mooie dat thuis dat er staat. En de werken die nu worden uitgevoerd. En daar heb je het in die Klaasenkerk. Dat is altijd heel mooi. Dat is echt wel een mooie markt dat we hebben. Zoals je. Moet je wel even stilstaan, denk ik. Zo. Veel is er niet veranderd. Nu dat er gewoon van die witte doeken hangen, dus alles voor de hulpverleners en zo te steunen. En voor de rest is er eigenlijk niet zoveel veranderd van deze, maar het is wel veel wind. Nu kom ik nu even staan. Dus. Maar ja, we kunnen niet overal naartoe natuurlijk. En mij dat wel veel mensen dat moeilijk hebben om overal niet naartoe te kunnen gaan, maar eigenlijk ik op zich niet. Ik ben wel blij als ik de boodschappen kan doen en terug naar binnen kan gaan. Zonder dat ik er tegen ga. Maar ik heb er echt nog geen probleem mee. Zeggen ze nu, de winkels gaan nog niet open. Geen probleem mee. Ja, het is natuurlijk even de mensen die inkopen hebben. Maar ik ben zo iemand van eerst zien dat corona echt bestreden is. En dan pas alles de rest. Dus ik ben wel blij dat ik hier nog eens kom eigenlijk. Van een heel tijdje thuis, dan zit ik een beetje op Facebook eigenlijk te neuzen, eigenlijk. En ben ik vooral aan het kijken op wat zijn KD-fans officieel, of wat daar nog geen spanberichten staan, omdat dat wel vaak gebeurt de laatste tijd, spanberichten. En dat vind ik niet zo plezant, want dan moet ik echt eraan kijken op hoeveel dat er zijn. Is het op alle pagina's, zijn dat niet op alle pagina's? Want ik begin namelijk ook de Vijver-fans, dat heel groot succes heeft zelfs. Zelfs de Vijver zelf is daar dus lid geworden onlangs. Maar ook op volwassen K3-fans, volwassen Like Me-fans, volwassen Campus 12-fans. Dat moet ik ook allemaal wat beheren. En ook, ja, mama had ook vroeger twee pagina's. En die moet ik ook een beetje bijhouden. Dus dat doe ik ook allemaal. Maar dat doe ik eigenlijk meer via haar Facebook, omdat dat ik daar toch op zit kan. En dat is dan gemakkelijker. Dan moet ik daar niet het accountje beheerder aanklikken. Dus dat vind ik dan wel gemakkelijker, omdat je dat toch niet ziet wie dat post. Maar ik wil jullie allemaal vragen om ook eventjes naar deze groep te gaan. Als jullie grote fans zijn van Riet, voor mensen die het niet kennen, gaan we nu even in beeld zien. Dat is Riet.
En die maakt goede muziek. Dus kijk daar ook vast eens even op. Of op haar eigen dingen mag ook altijd. Dit is trouwens van mijn vriendin. Dus zeker eens op kijken. Ze weet zelf niet dat ik dus reclame maak. Dus zeker eens doen. Echt wel leuk. Dus en onze snuffel heeft haar medicamenten tussen benen. Dat is dit kleine potje. En dat moet ik elke dag geven. 2 keer per dag. En ik moet u zeggen, dat is echt waar. Het is heel moeilijk om te doen. Gisteren, dat ging allemaal vanzelf precies. Vandaag, ja, gaat het niet vanzelf. Dat was wel te denken. Maar goed, het is toch niet erg. En ik heb hier ook zowat een plaatje gemaakt voor mama. Een stukje. Het moet wel nog allemaal eens bekeken worden om het nog beter te zetten. Maar voorlopig moet er nog een handdoekje of een doekje opleggen. Dat ga ik ook nog doen. Dan moet ik eens bekijken. Dus dit is nu hoe dat het eruit ziet. Eigenlijk. Dus dit is eigenlijk dit zat eigenlijk met de bloemetjes die op het kerkhof hadden. Die heb ik er nu hier gelegd. Dit is mijn oma. Dit is Sabine. Dat was het hondje waar ze altijd bij speelde in een bejaardenhuis. Mama en mijn zus. En dat zijn ook allemaal engeltjes die ik eens gekregen heb van Miranda. Dit zijn de vosjes. Die had ik van Enzo zijn doopzuik omdat ik zijn Peter ben. Ja, en dit had ze al jaren. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar dit had ze al jaren, deze engel. Dus die zet ik er ook. Die foto die daar staat, komt niet in beeld. Bewust niet, omdat ik dat heb gedaan. Dit is eigenlijk het kaartje dat jullie hebben gezien in de vlog. En dat is eigenlijk zo wat hoe het eruit ziet. Eigenlijk moet uitzien. Ook dankjewel trouwens aan die persoon. Want mijn vriendin heeft trouwens dit zelf gedaan. Want vroeger stond hier een speelgoedbakje. Zat nu aan de andere kant. Kijk, maar er komt wel een plaats. Maar dat komt wel. En die heeft zelf gezegd van, je kunt het beter zo doen. En dat doen we nu ook. En ik vind het wel mooi gedaan. Dus, voilà. Dus, vonden jullie dit een leuke video? Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En vanaf er goed weer is, gaan we eens naar het park. Om daar eens aan te kijken van wat een mooi park we eigenlijk hebben. En ook eens om goed te kunnen gaan sporten en wandelen. Lopen zal er niet in zitten wegens mijn knie. Die zal nooit meer kunnen lopen. Maar goed, maakt niet uit. Tot ziens!